Nou, oké. We gaan het nog één keer proberen. Emu-eieren van Marktplaats. En de broedmachine staat al aan. De meest geadviseerde temperatuur is tussen de 36 en de 36,7. Dus ik heb 36,3 gekozen. Dus ik ga ze zo halen. Oké, een ei opgehaald, maar er waren er 5 en ik mocht ze allemaal hebben. Gratis zelfs. Nou, dat is natuurlijk super lief. Als ze allemaal uitkomen, mag ik ze terugbrengen naar de mensen. Dus wat dat betreft is dat een geruststelling. En we gaan gauw naar huis, gaan ze wegen. En dan gaan ze in de broedmachine. En dan moeten we dus 7 à 8 weken wachten. Dus dat wordt spannend. Nou, veilig thuisgekomen. Dus eerst even wegen. Dit is de grootste van 638 gram. En ik heb ze genummerd. 1 tot en met 5. En dan weet ik ook meteen wat de bovenkant of wat de kant is om ze te draaien. Dus dan heb je een soort marker. Ze moeten 3 tot 5 keer per dag gedraaid worden. En ze gaan nu de broedmachine maar in. Elke dag, 3 keer per dag eigenlijk zelfs, draai ik de eieren om, zodat ze niet aan één kant zeg maar uitzakken. En het is net als met kippeneieren en ik kan natuurlijk, deze broedmachine draait automatisch, maar die draait eigenlijk te weinig, dus niet ver genoeg. Dus ik doe de ene keer. Hol ik ze allemaal een halve slag linksom en dan een keer een andere allemaal een halve slag rechtsom. Nou, we zijn nu op dag 50 van de emu-eieren. En ik moet zeggen dat ik er weinig vertrouwen in heb. Ik heb de grootste en een kleintje genomen. De gewichten heb ik de afgelopen weken elke week bijgehouden. En dat ziet er wel netjes uit. Er is dus een keurig verloop. Ze moeten ongeveer 15% afvallen gemiddeld in gewicht. Maar er beweegt nog niks. Dat zou al lang gebeurd moeten zijn. Dus dan zou je een soort wiebeltje krijgen. Dat heb ik niet gezien. Het wiebeltje zou je iets beter duidelijk kunnen maken als je hem in een bak water legt. Nou, we zijn zo'n 2 minuten bezig. Ik ga 2 minuten in. En ik zie echt totaal nul beweging. Dus haal hem er weer uit. En je zou, als je erop tikt, hoor je hier wel een ander geluid. Maar deze is volgens mij het geluid overal hetzelfde. Dan heb ik natuurlijk nog de infraroodcamera. En dan kan je zien dat aan één kant het ei warm is, aan de andere kant het ei koud. Dus er zit een luchtkamer in. Maar deze heeft dat ook. Dus ik wacht nog een paar dagen en dan gaan we net als vorig jaar weer lekker met de dremel erop los. En het is treurig, maar dit is wel de laatste keer dat ik het probeer. Want hier heb ik verder geen zin meer in. 8 weken lang kijken naar niks. En de opbrengst is uiteindelijk ook niks. Nou, de operatiekamer is klaar. We gaan eerst de gaatjes boren met deze. En daarna de zijkant openmaken met dit stukje. Dus let's go! Oké, we beginnen met de 2 kleinste eieren. Waarvan ik toch al niet het idee heb dat er wat in zit. Dus go! Let's go!
Twee gaatjes in de zijkant, hè? Twee gaatjes aan de zijkant. Splut. Nou, zo, is dat erg? Kwam er een snot uit? Nee. Oké, nou, draai maar even om. Maar ik ben een beetje bang dat ik... Ja, misschien iets meer beleid. Oké. Okay. Nee, er zit daar geen kuit, want het was de luchtkamer. Gaatje dieper? Ja, dat moet ik Er komt prut uit. Er komt prut uit. Nou, Er is niks in. Jong. Okay. Is een slecht teken. Die andere. Dan doen we die andere ook. Niks. Niks. Dat is de luchtkamer dan? Ja. Prut. Nou, leg hem maar even aan de kant. Yes. Yes. Nummer 3. Nummertje 3 en ook nummer 3. Is het nummer 3? Ja. Het was ook best een grote. Dus eerst maar even de luchtkamer. Prut. Wat komt eruit? Oh, jakkie. Nou, niks. Haal de volgende maar. Wat een disappointment. Aan welke kant is de luchtkamer? Dat zie ik niet. Dit is denk ik deze. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Je filmt niet. Jawel. Oi, nummer 5. Oké, okay, dat is goed. Oké. Ja. Maar is prut sowieso niks? Of zou er nu nog een klein feutusje in kunnen zitten? Nou. Dit is degene waarvan ik nog het meest vertrouwen had, maar we hebben geen hobbeltje gezien, geen hubbeltje, geen geluid gehoord. Dus de kans is klein. Dus de kans is klein. Maar welke kans ligt er nu? Ik zou die kant zijn. Nou, daar gaan we. Zei die. Nee, gelukkig niet. Open zagen die handen. Ook snot. Alleen maar snot. Nou, kloten. 5 keer snot. Wat? 5 keer niks. Zullen we hem nog even helemaal openmaken? Eentje voor de leuk. Dat het kan. Oké. Okay. Ja? Ja? Nou, dan gaan we toch maar eens kijken wat erin zit. Dat is toch helemaal niet in het midden hier dan? Smerig. Het komt allemaal in mijn gezicht. Oh, er zat een kuiken in. Een beetje. Oh, nee. Oh. Ze had gewacht. Nee, helemaal niet. Dit is hartstikke dood. Ik weet dus niet wat er... Kijk, hij heeft nog wel dooier, dus hij was nog niet goed. Maar hij ziet er wel uit als... Als een kuiken. Als een emu-kuiken. Hé, wat naar nou. Nou, dit vind ik echt heel vervelend eigenlijk trouwens. Ja, dat snap ik. Wacht. Hier is denk ik nog wel een kuiken. Nee hoor. Weinig kuiken. Alleen maar drup. Oké, nou, wat een treurnis. Nou, ik ga weer naar binnen.
Nou, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd hoe dat nou precies allemaal zit. Want hij ziet er wel uit als gewoon een groot emelkuiken. Maar er zit nog heel veel dooierspul aan zijn achterkant, dus... Jeetje. Nou, ik baal hier wel enorm van. Helaas. Maar ja, je weet niet waar dat aan ligt. Er is gedraaid. De temperatuur was goed, de vochtigheid was goed. Hij is goed afgevallen, zeg maar. Dus het had zomaar goed kunnen gaan. Shit, hé. Hey.